Hallo mensen, ik ga vandaag mijn haar doen en geef jullie wat tips hoe je echt mooie scheiding ziet en mooie kuif. En dat gaan we nu doen. Zorg eerst dat je alle producten bij je hebt, zoals gel en zo. En ook kam, ik ga hem pakken. Een kam. Maak een beetje nat en dat kan je zo mooi doen. Gebruik de kraan om het nat te maken. Zo. Dat was mijn broertje. En dan kan je zo heel mooi zo de scheiding doen. Ik ben ook gisteren naar de kapper geweest om een beetje mooi te maken. Het was echt een hele grote bol. En nu ga ik even weer mooi mijn haar doen. Gelukkig hoef ik vandaag niet naar school. Het is vakantie. En in vakantie doe je altijd leuke dingen. Net als laatst ben ik naar Bataviastad geweest, in Lelystad. En ook naar dat Batavia dingenschip. Ik kan hier bij kleine haartjes ook even doen. En die achter ook vooral. Maar als je er niet goed bij kan met de kam, dan kan je ook je handen gebruiken. Dus dat doen we nu. Je kan ze dan even nat maken. En dan ga je hier zo achter een beetje doen. En aan de zijkant. Kijk, hier zie je een beetje mooi die aankom. Of hoe heet dat? Scheiding komen. En nu gaan we gel gebruiken, maar voordat je gel gebruikt kan je even je mouwen opstroken en je handen goed nat maken, nog een beetje extra, zodat je echt weet dat het goed nat is. Nee, nat. Misschien zie je niet goed, maar ze nat. Dan doe je de gel. Oh, altijd hè. Beetje schudden, als er niks uitkomt, dan doe je dit. Dit is eigenlijk al meer dan genoeg, maar als je echt heel strak wilt en zo, en mooi glad, dan moet je zoveel doen. Wil je het minder, dan doe je wat minder. En dan moet je eerst even wrijven. Heel belangrijk, goed zo doen. Misschien denken sommige mensen wel van, wat een gay met dat kapsel en zo, maar ja, het is niet echt gay en het is ook niet nadoen van pijlen of zo, want iedereen heeft zijn eigen kapsel. Want niemand heeft dit kapsel behalve ik. En als je dit kapsel ook maakt, dan heb je ook het enige kapsel. Nou, als je goed hebt gedaan, dat ziet er ongeveer zo uit. En dan kan je zo door je haar doen. Het is beter als je gewoon eerst een mooie look hebt en dan kan je mooi met je hand erdoor. Althans, dat vind ik handig. Zorg ook dat je achter je hoofd een beetje doet. En een beetje goed verspreiden. Zodat het mooi is voor de dames. Ik kan ook nog een beetje mooi zo. Nou, dan is het ongeveer zo wel goed. En dan kun je even je handen afwassen voor. Want anders is het niet echt schoon of fris als je dan weer iets anders aanraakt of iemand een hand geeft. Dus gewoon weer zo schoon hebben. Kam, hoeft geen water nu, maar gewoon zo even kam. Ook mooi zo plat. En als je zo omhoog wil, kan je dat ook doen, maar ik doe gewoon altijd zo opzij. Dat is wel handig. En hier aan de zijkant doe ik een beetje zo omlaag en een beetje opzij. En hier ook. En zorg dat je het achteren ook doet. En dan is je kam een beetje vies, dus dan doe je gewoon onder de kraan. En dan moet het schoon zijn. Bedankt voor het kijken naar deze mooie video voor je haar. Ik hoop dat jullie het vaak gaan gebruiken. Maar als je klaar bent, moet je nog wel even je handen afdrogen.
Want anders is alles nat. En dat moet niet. Nou, nogmaals bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie wel wat hebben geleerd over je haar doen. Vooral dit kapsel. En tot de volgende keer!